Thank you.
mussten da immer stehen und ordentlich rühren, damit sich dieser Faserbrei eben nicht unten absetzt. Und geschöpft wurde das Ganze dann. Danke. En ik heb het Nederlandse tekst. Een mens is nu eenmaal een zoogdier. De merk ruil je later voor bier. Dat vergeten we morgen maken vanavond. Herzlich bedanken. Ich werde das bei uns in der Gaststätte Krumme, was unser Vereinslokal ist, wird es einen Ehrenplatz bekommen. Herzlichen Dank an die Sänger von Ingolf Wilhelm. Und wir ein Lied,
Thank you.
Thank you.
Ik dacht, je zit scherf. Nee, niet. Ik heb een moment. Ik heb ze op een manier zitten.
Ja, ik denk dat ja, die is maar na van de boerste trappen. Oh, leuk. Dat is schön. Dat zeg je, dat zouden we aankopen, ja. Ja, ja. Ja. Oh, nee, doe als je... Dat is inderdaad, hè. Ik heb er niet van ze. Dat we kunnen afsluiten. Jo heeft de leden bedankt. Het woord in zijn peren. Nou, mag ik dan de dames bedanken. Het was zeer charmant. Een aangenaam reisgezelschap. En ze hebben zich bijzonder goed aan het koor weten aan te passen. Dan wil ik een alfabetische en geografische volgorde gewoon ik door, want dan kom ik bij de B van Joop Bos. Joop Bos natuurlijk een compliment voor het organiseren van dit weekend. We hebben veel tien en muiten aan gespendeerd. Joop, bedankt. Namens alles. Dan kom ik aan de J van Joop. Dat is onze chauffeur. De heer dus... Is de bus aan? Stoppen, want de regie klopt niet. Is de bus aan? De bus, dat dan toch bedankt. Jo. Ja.
goed gegaan met de weer, want dat heeft het Johan. En dan komen we op de derde van letter des M. Dat is Fred Maas en zijn vrouwke collega Karin. Hartstikke bedankt dat ze ons vandaag en gisteren hebben kunnen begeleiden, Fred. Het is door alle leden bijzonder op prijs gesteld. En we hebben het geluk gehad, maar we hebben nog goed gezongen. Ik vermoed dat Rob nu in de bus zitten, maar anders kunt onze chauffeur in de